Anticiperen werd geschreven met een C en niet met een S. Wablif! Wie is hier die kleine shitfaggot flikkergay die mij net die spellingscontrole uitvoerde? Degene die dat woord in moet zich diep schamen. Die mens is geen mens, dat is geen kerel, die verzint het geen te leven. Die eisen bij die geboorte de kop af moeten houden. Waar denk jij dat? Hoe moe? Ik durf te wedden dat uw pap levenslang achter op een vuilniswagen heeft gestaan en dat u op een regenachtige dag in de GFT-bak heeft getrokken. Sir, ik wou dat, sir. Wel, wat hebben we hier? Een of andere fucking wise guy die meent dat hij mij de wereld uit de mond kan halen. Dus anticiperen schreef hem in een C. Anticiperen, hier maar eens op! En dan eerst en beste volgende keer dat je mij zo wat flikt, menke, dan trek ik gewoon een tuinrib om de nek. En dan peer ik dat ding zo lelijk lomp hard vast dat hij mijn ganse nek eraf knapt. En dan reg ik op. Zo, menke, dan ga ik je mij gans over het woord sloophamer spellen. Sloophamer? Pak hem zo sofort aan! S-L-O-O-P-H-A-M-E-R. Oh, moet het bij lingo opstellen. Geen zin op de eerste beste boer terug naar het vasteland. Huurde je mee? Hebben we zo'n soort volk kunnen we niet. Sir, ja, sir. En was dit overstand? Sir, boven hem in de kop, sir. Mende je dat in de kop, dat zuid de roede als een rondgeslepen trottoirband? Sir, sorry, sir. Eerst voor een paar woorden die je uitspreekt van levensbelang. Sir, wat bedoelt ze, sir? Heb ik een grote longinhoud? Sir, waarom, sir? Antwoord mij, verdomme. Nee. Jij hebt mij aan te spreken met sir en geëindigd met sir. Sir, sorry, sir. En nou die longinhoud. Sir, veld vies tegen, sir. Bullshit, volgens mij zuid je met het grootste gemaakt een golfbal door een tuinslang heen. Vacuumpomp tegen loop. Sir, ken ik niet, sir. Ik kan u één ding garanderen. Als je ooit slaagt van mijn examen, dan zuid je met een bowlingbal door een 175 meterse slanghaspel. Gans tot het eind. Dan heb ik je longinhoud. Sir, dat hoop ik ook, sir. Hopen is er gaan EB. Dit wordt godverdomme keihard werken, man. Wij trekken iedere oven door tot 10:30 en smergens moeten er om 7 uur weer uit. Sir, oké, okay, sir. Jij moet het eerst maar eens allemaal warm maken. Sir, ik doe mijn best, sir. En als ik een overdag zie rusten over die een of het ander, dan kost het wel eens zien dat ik heel onverwacht met de sloophamer aankom. En dan haal ik uit. En was hij de generende vessel dood? Sir, Koumans, sir. Koumans? Dan heb ik echt mee te doen, want ik heb in mijn ganse carrière nog nooit aan de van Koumans terug zien komen uit een oorlog. Sir, mijn opa, o, sir. Mijn opa? Hoe heette hij bij de voornaam? Sir, Shank, sir. Ja, Shank Koumans, daar heb ik nog mee gevochten. Sir, echt waar, sir. Dat wordt een watje. Sir, waarom, sir? Het is goed alsof de boer al door de voeten. Het de ganse oorlog geen meter gelopen. Sir, wist ik niet, sir. En dan viel dat luge op en de kost waar iemand even van Koumans aan het strand optrekken. Ja, zo zien er zat gesneuveld. Sir, sorry, sir. Sorry, bat er niet meer aan. Als geen man is hoe weert. Sir, ik kom mijn best doen, sir. Al is meer gegrijns van uw gezicht, Koumans. Sir, oké, okay, sir. Ik zag al die fucking grijns weg. Sir, lukt niet, sir. Ik geef u 3 seconden. Precies, 3 fucking seconden om de rotgrijns van uw kutkop te halen. Anders dan doe ik uw kop in het frietvet voor 5 minuten en dan moet kijken hoe je erbij staat. 1, 2, 3. Sir, sorry, sir. Op de knieën geen Koumans. Nou met 10. Koumans, ik heb nog nooit zo'n waardeloze fan als u gezien. Wacht maar eens, menke, dit is nog niks vergeleken met een tuinrip die een goede kameraad heeft geboy. Dat geeft nog eens zo hard. En dan zien de paramedics er niet op die het bij je moet los te krijgen, vetkop. Sorry, sir. Hup, ga staan. Zo, we moeten eens kijken, die fucking grijns ligt heel veel bij. Ja, maar goed ook. Want straks stonden met zo'n grijns op het doodsprintje en dat wilde toch ook niet, of wel? Sir, nee, sir.